welkom bij het kanaal van Lucky Bastards. Vandaag kijk ik naar de spelregels van anno 1800. Een bordspel gebaseerd op een computerspel en uitgegeven door 999 Games. Ik ga de speluitleg doen, maar ik ga ook het hebben over wat ik vind van het spel op het einde van deze video. Nu, dat is nog maar mijn eerste gevoel bij dit spel. Ik heb nog niet voldoende gespeeld om het helemaal te doorgronden. En om, ja, dan moet ik het misschien al 10 keer spelen, denk ik. Want er is veel gaande in het spel, dat kan ik alvast meegeven. Maar het is op zich niet zo moeilijk. Er zijn weinig spelregels, maar het is toch ver vooruit denken. Laten we eens kijken naar de spelregels eerst, vooraleer dat ik nog meer ga verklappen. Wat moet je allemaal doen om dit spelletje voor te bereiden? Dit lijkt indrukwekkend, maar eigenlijk is het poepsimpel. Je hebt fabrieken, worstenfabrieken in dit geval, en je hebt van ieder 2 fiches. Dat leg je gewoon op hetzelfde symbooltje. En als je dat voor al die fabrieken hebt gedaan, heb je daarnaast ook nog werven van 1, 2 en 3. Je hebt bootjes met 2 verschillende symbooltjes op, ook 1, 2 en 3. Dan is dit gedeelte al helemaal klaar. Dan hebben we de blokjes in de 5 verschillende kleuren. Het staat hier ook aangegeven naast het bord. We hebben kaartjes voor de groene en de blauwe mannetjes, voor de rode, paarse en de turquoise mannetjes. En dan hebben we nog een aantal stapels kaarten die je allemaal gewoon moet schudden. Dan hebben we de grondstoffen die hier liggen. Gewoon sorteren, niet zo moeilijk. En dan hebben we deze kaartjes nog. Dat zijn een soort van doelen, zou je kunnen zeggen. Maar soms leveren ze ook acties op tijdens het spel. Daar mag je er 5 uitnemen en die klaarleggen. Maar voor het eerste spelletje worden deze 5 ook aangeraden. Dus we hebben Alonso Graves, we hebben een universiteit, we hebben Isabel Sarmento, Edvard Good en de dierentuin. Maar je ziet het ook aan het feit dat er hier 3 van deze ruitjes staan in plaats van 1. Dus zo kan je ze er ook uit vissen. Deze mogen dan gewoon in de doos. We leggen ook de vuurwerktegel klaar voor de speler die als eerste al zijn handkaarten kwijt is. Iedereen krijgt zo een spelerbordje. Iedereen start met 4 boeren, 3 werkers, 2 ambachtslieden. En we hebben geen paarse mannetjes, dus dat zijn de ingenieurs, en ook geen investeerders. Dat zijn de rijke luide turquoise mannetjes. Verder starten we ook met een aantal marinefiches. We hebben 2 handelsfiches, dat zijn deze met de 2 pijltjes op. En we hebben 1 verkenningsfiche. Dus afhankelijk van welk bootje je hebt, dat gaat ook bij die bootjes zijn, leg je daar meteen zo'n fiche op in het begin van het spel. En voor ieder mannetje dat we hebben, gaan we ook een kaartje nodig hebben. Dus we hebben hier 4 groene en 3 blauwe. Dus dat wil zeggen dat we van deze stapel 7 kaarten nemen. En we hebben 2 rode, dus we nemen er ook 2 van deze stapel willekeurig. We bepalen een startspeler. De startspeler is degene die het laatste land is uitgeweest. Die krijgt dit figuurtje. De tweede speler krijgt 1 goud uit de voorraad. De derde 2 goud. De vierde 3 goud. Iedereen krijgt natuurlijk ook een overzichtskaartje. Met aan deze kant eigenlijk alle acties uitgelegd. En aan deze kant de namen van alle tegeltjes die we hier zien. Eveneens op de 2 bordjes voor de nieuwe wereld en de oude wereld. Dus die moeten we ook nog schuffelen. Dit zijn de oude wereldbordjes. Die komen hier te liggen. En dit zijn de nieuwe wereldbordjes. Daarmee gaan we goederen uit een verre wereld gaan halen. De oude wereldbordjes geven ons gewoon meer ruimte. Goed, dat is dan alles wat betreft het opstellen van het spel. Laten we eens kijken naar de spelregels. Zoals ik al zei, het doel van het spel is onder andere deze allemaal gebouwd krijgen. Dus dat doen we door de juiste productie te hebben van deze grondstoffen die hier van bovenop staan. Er is een heel aanbod aan verschillende grondstoffen, maar ze zijn nooit fysiek aanwezig. We gaan ze representeren door de blokjes, de werkers eigenlijk, die het hebben gemaakt. Zo dadelijk hier meer over. Ik wil het eens hebben over de resource management acties. Dat zijn geen echte acties. We gaan met de klok mee beurten krijgen en dat blijft zo doorgaan totdat iemand al zijn kaarten op zijn. Maar dat zijn de acties die we gaan doen. Dus we doen 1 actie per beurt, eventueel nog gevolgd door x aantal vrije acties. Maar dit is iets wat we nodig hebben om de acties te sturen. Het klinkt ingewikkelder dan het is eigenlijk. Laat ik het eerst eens hebben over hoe we dingen gaan produceren, aangezien we geen grondstoffen hebben die hier zichtbaar zijn. Het produceren is eigenlijk niet zo moeilijk. Je hebt hier verschillende gebouwen die iets gaan kunnen maken en ze hebben ook de verschillende kleuren. Groen, blauw, rood, eventueel later in het spel paars. Als ik in een groen gebouw iets wil produceren, heb ik een groen blokje nodig, dus een boer in dit geval. Dus er zijn hier 2 plaatsen, op ieder gebouw is dat zo, 2 plaatsen om een mannetje te zetten. En dit mannetje is nu veranderd in een plank.
maar die heb ik alleen op dit moment. Dus ik zeg, het is geen actie. Je gaat dit gebruiken om de andere acties aan te sturen. Dus nu heb ik een plank en wat ik daarmee kan doen, gaan we zelf zien wanneer we de acties bekijken. En dat mag ik dus zo vaak herhalen als ik wil. Ik kan twee planken nemen in dezelfde beurt. Ik kan daarbij ook nog een baksteen nemen als ik dat wil. En zo verder enzovoort. Dus zolang ik hier in mijn werkplaatsen mannetjes heb, zolang er blokjes liggen, kan ik ervoor zorgen dat ik dingen produceer. Dus dat is één gedeelte. Een tweede gedeelte is het handelen. Jouw buren hebben misschien de grondstoffen die jij nodig hebt. Afhankelijk van de kleur gebouw waarin zij dat produceren. Stel bijvoorbeeld, ik ga weer die worst pakken, want dat is gewoon leuk om te hebben. Stel dat zij worst produceren, hebben ze dit gebouw gebouwd. Dus dan hebben ze worst ter beschikking. En zij moeten daar zelf een blauw mannetje voor opleggen om dat te produceren. Maar dat als eender welke speler, ik zeg mijn buren, maar het hoeft zelfs niet de buur te zijn, kan ook de vierde speler zijn die tegenover jou zit. Als iemand dat heeft, kan je dat ook gaan handelen met die persoon. Die heeft daar niets over te zeggen. Afhankelijk van de kleur blokje moet je gewoon een bepaalde hoeveelheid handelfiches betalen. Het aantal staat hierop. Dat is 1, 1, 2, 3 en dat gaat niet meer. Om te handelen dus met een blauwe fabriek, om deze worst te krijgen, heb ik één van die handelfiches nodig. Die gebruik ik door die in mijn rustgebied te leggen. Rustgebied is links van je bordje. Die ben je niet kwijt, die gaan dus niet terug naar de voorraad, maar die kan je niet gebruiken totdat die zijn uitgerust. Dus nu, door het ene fiche af te geven, heb ik deze worst gehandeld als ik dat zou willen, maar mijn tegenstander krijgt daar wel iets voor. Hij krijgt één goud uit de voorraad. Ik moet dat dus niet zelf betalen. Het is altijd één goud, ook al is dat een rode fabriek, een groene fabriek, een paarse fabriek, het maakt niet uit. Ik moet dan wel 1, 2 of 3 handelsfiches afgeven. Mijn tegenstander krijgt altijd één goud. Belangrijk hierbij is dat ik nooit twee keer dezelfde grondstof kan verhandelen in één beurt. Ook al is dat bij twee verschillende mensen, dan gaat dat nog niet. Dus ik kan geen twee worsten verkrijgen op deze manier in één beurt. Wel, als ik zelf ook nog een worstenfabriek heb, kan ik er eentje bij mij produceren en eentje gaan handelen met mijn buurman. En dan kunnen we natuurlijk ook nog iets doen met dat goud. En dat is de derde hier, einde dienst. Normaal gesproken ga je een feest moeten organiseren voor al jouw werknemers terug op hun plaats te krijgen. Daar dus. En al deze fiches terug op hun boten. Maar als je goud betaalt, kan je ervoor zorgen dat ze toch nog sneller gaan terugkeren. Het staat hier weer op de bovenste vakjes. Hoeveel goud heb ik ervoor nodig voor een groen mannetje terug te sturen? 1 goud. Dus dan kan ik die gewoon terug naar daar sturen en meteen opnieuw gebruiken. Dus dat is ook een soort van vrije actie, zou je kunnen zeggen. Voor een blauwe heb ik 2 nodig, voor een rode al 3. Dus als ik 3 afgeef, kan ik ook die naar daar sturen en opnieuw gebruiken in deze beurt of in een volgende beurt. Dus dat zijn de 3 resource management acties die je eigenlijk altijd kan verrichten in functie van de actie die je hebt gekozen. En die mag je onbeperkt herhalen, zolang je maar kan betalen. Eigenlijk is dat de kern van het spel, maar laten we nu dus overgaan naar de acties die je daarmee gaat verrichten. Ik ga beginnen met de laatste hier. Een stadsfeest vieren, of juist niet de laatste, het is de voorlaatste. Maar het stadsfeest vieren, ik heb het net gezegd, al jouw blokjes, al jouw fiches in de rustzone, die mag je terughalen als je die actie kiest. Maar dat is dan ook jouw volledige beurt. Om het een beetje logisch te maken, ga ik ook even kijken, wat is ons doel eigenlijk? Deze mannetjes bouwen, daar punten mee scoren. Op ieder mannetje staan er 2 of 3 symbolen. Ik ga ze een beetje sorteren, zodat ze... Bijvoorbeeld deze 3 hebben allemaal de jurk, of hoe heet het? Werkkledij. Oké, dat is geen jurk. Deze 2 hebben allemaal een worst. En zo verder enzovoort. Gaat even beperken tot deze 5. Het zou super handig zijn als ik werkkledij kan maken. Dan moet ik hier op het bord gaan kijken, hoe maak ik werkkledij? Ah, daar heb ik weer andere dingen voor nodig. Dus ik heb hier garen en kolen. Om dat te verkrijgen, moet ik hier op mijn bordje gaan kijken. Ah, hier is garen. Dus dit kan ik gewoon doen. Ik heb een garen geproduceerd. En kool, dan moet ik een rood blok hierop zetten. Voilà, ik heb alles, alle grondstoffen voor dit te bouwen. En nu kan ik deze fabriek bouwen die werkkledij gaat maken. Dan draai ik die om en die leg ik ergens op mijn bordje. Hierbij moet je rekening houden, overal waar land staat, daar mag ik deze bouwen. Overal waar water staat, mag ik de bootjes gaan bouwen natuurlijk. Dan hebben we de werven. Dat zijn eigenlijk een soort van botenproductiegebouwen, zou je kunnen zeggen. Die mogen alleen maar op de oevervelden. Dus die kan ik niet verder op het land bouwen. In ieder geval, ik plaats dat dus ergens. Je mag altijd overbouwen, maar dan heb je die grondstof niet meer. Dus dat is altijd een groot risico. Wat ook niet mag, is 2 keer dezelfde fabriek bouwen. Dus ik heb deze nu al voor de werkkledij. Ik mag deze niet nog eens bouwen. Dus die moet ik overlaten aan een andere speler. Dus nu kan ik met een blauw mannetje zeggen, ik produceer kleren.
Dat is dus de eerste mogelijke actie, uitbouwen. Uitbouwen is ook van toepassing op de schepen. Het werkt op dezelfde manier, maar je kan wel meerdere schepen tegelijk bouwen, maar dan bijvoorbeeld moet je meerdere werven hebben. Een werf van 1 staat mij enkel toe om schepen met 1 symbooltje, dus er zijn 2 opties, ofwel de handelsfiches, ofwel de verkenningsfiches. Dus voor iedere scheepswerf van level 1 kan ik dus 1 bootje maken van level 1. En logischerwijs, als ik een scheepswerf heb gebouwd van level 3, dan mag ik boten, mag ik alle soorten boten bouwen, want het gaat tot level 3. Je mag er zoveel bouwen als je kan, maar slechts 1 per werf dat je hebt. Iedere keer dat je een bootje bouwt, komen er ook de juiste marinefiches meteen op te liggen. De volgende mogelijke actie is bevolkingskaarten spelen en activeren. Activeren is een vrije actie, maar spelen, dat doe ik bijvoorbeeld nu. Deze zou ik kunnen activeren. Ik moet werktenu hebben en ik moet kisten hebben. Ik heb de werktenu, daar moet ik dus een blauw mannetje op zetten. En de kisten die maak ik bijvoorbeeld door een rood mannetje te gebruiken hier. Bij veel van de goederen waarmee je start, kan je ook een gebouw bouwen waardoor dat met een ander soort mannetje kan gemaakt worden. En dan heb ik dus mijn bevolkingskaart gespeeld. Ik voldoe hieraan. Ik heb sowieso 3 punten verdiend. Deze kaart mag ik ergens openleggen. En dit is een bonusactie die ik krijg. En dat is dus de vrije actie die ik mag uitvoeren wanneer ik er zin in heb. In dit geval krijg ik een rood mannetje bij. En ik zeg het voor de rest van het spel. Iedere keer als je een mannetje bijneemt, moet je ook een kaartje bijnemen van de betreffende stapel. Je kan ook bevolkingskaarten ruilen. Je moet er dan 3 afleggen. En je neemt van dezelfde stapel er 3 terug. Of dezelfde stapels. Je mag van meerdere stapels. Deze horen er ook bij. Hoe je daaraan komt, zie je direct. We kunnen ook werkkrachten gaan ronselen. Dat mag je per maximum 3 doen. Hoe doe je dat? Wel, van boven staat hier overal opgeschreven wat je daarvoor nodig hebt. Dus voor een nieuw groen mannetje te hebben, moet ik een plank hebben. Dus opnieuw hetzelfde principe. Ik ga dat produceren en dan krijg ik dus een groen mannetje bij. Dat mag ik hier leggen en daar hoort ook weer een kaart bij met een groen mannetje op. Dus hetzelfde hier, alleen wat duurder en zo stijgt dat. En je hebt dan al een heleboel nodig om zo'n turquoise mannetje te maken. Zo mag je dat 3 keer doen en dat is 1 beurt dan. Als je dat kan betalen tenminste. Nu, het leuke is dat dat eerste mannetje dat je maakt, dan mag je ook meteen gebruiken om het tweede mannetje bijvoorbeeld te maken. In plaats van werkkrachten te ronselen, kunnen we ook gaan opwaarderen. Dat komt ook overeen met deze symbooltjes. Dus hier mag je ook 3 opwaarderen. Maar dat kan ook jouw actie zijn, 3 mannetjes opwaarderen. Dan kost het minder, dan ga je eigenlijk het verschil betalen. En dat staat altijd tussen de 2 kleuren in. Dus ik kan van een groene een blauwe maken als ik een baksteen geef. Dat kan ik op dit moment niet, maar had ik nog een rode over, kon ik die hierop leggen en dan kon ik een baksteen maken en dan kon ik dus deze naar daar verplaatsen. En dan wordt dat natuurlijk een blauwe. En dat mag ik dan ook weer tot 3 keer doen. Dus als ik dan nog een krat en een kool heb, dan kan ik er nog eentje opwaarderen. En voor een raam en een staal kan ik naar een paarse gaan. We kunnen ook de oude wereld ontginnen. Daarvoor kunnen we hier kijken wat dat me gaat kosten. Dus dan moet ik deze verkenningsfiches hebben. De eerste keer dat je dat doet, kost dat wel geteld 1. Dan mag je dus zo'n oude wereldbordje nemen. Dan heb je meteen een fabriek erbij. In dit geval mag dat wel een fabriek zijn dat je reeds hebt gebouwd. Dus die mag je wel dubbel hebben. Normaal mag dat dus niet. Dat is de uitzondering. Dan kan je hier ook beginnen op te bouwen. Soms zijn er ook gewoon eenmalige bonussen. Bijvoorbeeld, hier krijg ik 2 mannetjes bij. Ook weer 2 kaarten. En zo verder enzovoort. Dus de eerste keer kost het slechts 1 en hoe meer bordjes je hebt, hoe meer dat gaat kosten. Op dezelfde manier, maar afzonderlijk van hoeveel oude wereldbordjes je hebt, kan je ook voor 1, 2, 3 of 4 een nieuwe wereldbordje nemen. Die kunnen we bijvoorbeeld hiernaast leggen. Nu kan ik voor zo'n handelfiche ook deze goederen erbij gaan halen. Dat is vooral nodig voor de onderste rij, geloof ik. Of nee, er zijn ook op hogere rijen waarvoor je dat nodig hebt. Dus als ik deze wil maken hier, dan heb ik zo'n blad nodig, dus dan kan ik eentje hierop leggen. En een plank heb ik ook nodig, als hier nog plaats zou zijn, dan kan ik dus daar ook een mannetje op leggen. En dan kan ik dus deze gaan bouwen. Dus dat is weer een nieuwe fabriek, en die kan ik dus weer ergens gaan leggen. Nu, het verschil met de oude wereldtegels is dat je hier ook nog kaartjes moet bijtrekken. 3 zelfs, 3 van deze kaartjes. En die gaan ook belangrijk zijn, want wat staat daarop? Weer andere manieren om grondstoffen om te zetten naar punten. En die zijn altijd 5 punten waard. Deze zijn altijd 8, deze zijn altijd 3 punten waard. Laatste manier om verkenningsfiches te gebruiken is expeditiekaarten nemen. Dan neem je er meteen 3 voor 2 fiches. En die mag je bekijken. Het geeft je een manier om op het einde van het spel
jouw blokjes, jouw mannetjes eigenlijk, om te zetten naar punten. Je hebt altijd een dier aan de linkerkant en een soort van schat aan de rechterkant. En als ik op het einde voldoende blokjes heb, kan ik die toewijzen aan al deze kaartjes die ik heb verzameld in de loop van het spel. En dat levert dat de betreffende punten op. Dus deze is 3 en 1 punt. Heb ik nog meer rode mannetjes, dan kan ik meer punten scoren. Dan heb ik dit heel deel al verteld. Stadsfeest 4 heb ik ook al verteld. Dan hebben we nog opdrachtkaarten activeren. Dus ook een vrije actie. Dat zijn eigenlijk de kaartjes die hier boven het bord liggen. Sommige daarvan hebben een geelachtig kader. En daar staat een bepaalde actie op die je vrij kan gebruiken. Maar sommige zijn beperkt tot 1 keer per beurt, zoals deze Alonso. Voor 3 goud en 3 verkenningsfiches krijg ik dit symbooltje. En dat is gewoon een extra beurt. Maar die andere kaartjes, daar staan geen vrije acties op. Er staan punten op die je op het einde van het spel kan verdienen. En aangezien we daar al zijn, gaan we onze invloedspunten tellen. Dus ik heb alle acties uitgelegd. Het spel eindigt wanneer iemand geen handkaarten meer heeft. Die persoon krijgt de bonus van 7 invloedspunten. En daarna is het gewoon tellen al de dingen die we moeten optellen. Dus jouw gespeelde bevolkingskaarten, jouw bezochte gebieden van de expeditiekaarten, als je daar de juiste blokjes voor hebt, per 3 goud die je nog hebt, dus als mensen veel met jou ruilen, heb je veel goud. Per 3 goud krijg je ook nog een punt. En de vuurwerktegel is 7 punten. En dan nog de volbrachte opdrachtkaarten. Dat zijn deze. Bijvoorbeeld voor elk bezocht dier. Hè, de dieren staan hierop. Voor ieder blokje dat ik op een dier heb gelegd, score ik een extra punt. En dit bijvoorbeeld wil zeggen dat je de meeste paarse mannetjes hebt. Is dat het geval, dan scoor je 10 punten. De tweede scoort 4 punten. Bij gelijkspel krijg je beide de waarden die je zou moeten krijgen als je die positie had. Dus als er 2 mensen op de eerste plaats zijn, krijgen ze allebei 10. En de derde speler krijgt 4, bijvoorbeeld. En dan heb je ook nog kaartjes die gewoon punten opleveren. Het stuk voor ieder van deze goederen waarvan je een fabriek hebt, levert die 6 punten op. En voor iedere nieuwe wereldtegel levert deze 6 punten op. Dus dat zijn de basiskaarten, maar je hebt er nog tal van andere. Dat tellen we allemaal op. Eventueel gebruikmakend van een scorefiche dat we kunnen online vinden. Moest dat nodig zijn. Bij gelijkspel wint de speler die de meeste fabrieken, werven en schepen heeft gebouwd. Dus eigenlijk gewoon de meeste tegeltjes heeft liggen. Overbouwde tegeltjes stellen daarbij niet mee. Is dat ook nog gelijk, dan wint de speler met de minste handkaarten en geeft dat geen uitsluitsel, dan hebben we gewoon een gelijk spel. Dat was het dan wat betreft de spelregels. Laten we nu overgaan naar mijn review van het spel. Ja, dit is echt wel een kleppende klipper. Ja, dit is een spel waar veel over valt te zeggen, maar laten we het beknopt houden, of toch proberen. Eerst en vooral ga ik het hebben over de vormgeving, want ik doe het altijd volgens de vetscore en de V staat voor vormgeving. En ik vind de doos misschien niet meteen aantrekkelijk, het is niet dat je er maar toegezogen wordt, maar misschien wel intrigerend. En de componenten zijn allemaal heel degelijk, vind ik. Het is gewoon een lege doos waar je alles in gooit, dus dat is misschien wel een minpuntje. De art op de componenten, ja, het is niet wauw, maar het is een Eurogame nog altijd. En voor een Eurogame ziet het er best nog wel aantrekkelijk uit. Dan de entertainment. Ik moet misschien eerst vertellen hoe dit spelletje in zijn beloop gaat gaan. Het doel is om al je kaarten kwijt te spelen. Maar in het begin van het spel ga je meestal kaartjes afspelen die dan terug mannetjes geven. En ieder mannetje dat je bijneemt, gaat ze nodig hebben, gaat ervoor zorgen dat je ook kaarten bij moet rapen. Dus het lijkt op een gegeven moment dat je alleen maar kaarten gaat blijven bijrapen en dat er nooit een einde aan het spel gaat komen. Maar dan gebeurt er iets, dan verandert er iets en gaat het ineens versnellen en dan versnelt het ineens heel hard. Dan ga je bijna iedere beurt een kaartje kunnen afleggen, omdat bijna alle grondstoffen of goederen, dat die beschikbaar zijn. Eventueel moet je ze ruilen met een buurman of zo, of een tegenstander, je mag ook met een speler tegenover je ruilen. Maar ze zijn er wel ergens en dan gaat het ineens een pak sneller. In het begin ja, is er niets aanwezig, dus dat gaat natuurlijk wat langzamer. Het is eigenlijk de zaak om daar een goede balans tussen te zoeken. Hoeveel mannetjes heb ik eigenlijk echt nodig om alles klaar te spelen? Als ik meer mannetjes heb, dan moet ik niet zo vaak een feest vieren waardoor ik een beurt niets doe. Maar dan heb ik ook heel veel kaarten op handen. En je kan best het spel winnen zonder dat jij al jouw kaarten kwijtspeelt door gewoon heel veel kaarten te verzamelen en ze ook te voltooien uiteindelijk. Maar het is natuurlijk nog altijd een voordeel om die 7 punten binnen te halen door als eerste te eindigen. Mijn laatste spelletje scheelde die 7 punten en had ik net 1 puntje genoeg om de winst binnen te halen.
Nu in het begin, als je aan de beurt bent, is het eventjes... Wauw, wat is hier allemaal gaande? Wat moet ik allemaal doen? 9 kaarten op handen in het begin. Zoveel dingen die ik eerst wil doen misschien. Waar moet ik beginnen? En het leuke is eigenlijk, er is niet echt iets fout. Het is niet zo'n spel van, oké, je hebt je eerste beurt dat gekozen, oké, en nu is het om zeep. Je hebt echt heel veel vrijheid om bij te sturen, vind ik nog wel. En af en toe ga je misschien het gevoel hebben, nu geraak ik niet meer aan wat ik moet geraken. Maar dan heb je nog altijd het feestje. En het feestje, dan kan je al jouw blokjes terug resetten en kan je ze terug gebruiken om te produceren. Nee, dat werkt eigenlijk best heel goed. Er zit wel één sterke kaart in. Ik weet nog niet of die overpowered is. Maar dat is wel het soort kaart dat er kan voor zorgen dat jij gaat winnen en niet iemand anders. En dat zijn de kaarten waarbij de beloning is dat je 2 kaarten uit je hand mag verwijderen. Ik heb eigenlijk al iedere keer zien gebeuren dat daardoor het einde ineens plotser komt dan de spelers verwachten. Als je die kaarten niet trekt, ja, dan moet je doen... Ja, er zijn ook nog kaarten waar je een extra beurt krijgt. Ook die kaarten zijn eigenlijk wel sterk om te hebben. Maar het feit is gewoon, je kan echt alle kanten op. Je kan niet ieder spel hetzelfde nog niet spelen. Het hangt puur af van, wat heb je op handen? Welke kant wil je uitgaan? Er zijn verschillende manieren om het aan te pakken. Je kan bijvoorbeeld je meer gaan toeleggen op schepen bouwen. En zij geven jou fiches waardoor je kan handelen met andere spelers, dat is één. En langs de andere kant nieuwe gebieden ontdekken. Maar om schepen te bouwen heb je weer iets nodig. Je gaat altijd terug moeten kijken, wat heb ik er nodig. Voor de beste schepen te bouwen heb ik bijvoorbeeld kanonnen nodig. Dat weet ik nu toevallig van buiten. En om kanonnen te bouwen heb ik een paars mannetje nodig, geloof ik. En oké, hoe kom ik aan een paars mannetje? Oké, daar heb ik ramen voor nodig. Zo gaat die hele waterval eigenlijk... moet je terug gaan redeneren tot wat we nu als eerste gaan bouwen. En dat is, vind ik persoonlijk, het moeilijkste aan het spel, wat mij betreft. Je wil eigenlijk te veel dingen doen. Je wil eigenlijk dat bouwen, je wil eigenlijk dat bouwen. Je moet ook dat bouwen, omdat je anders dat kaartje niet kan kwijtspelen. Maar misschien kan je, in plaats van dat te doen, kaartjes ruilen. Misschien kan je gaan handelen met andere spelers. Maar ja, dan moeten zij die dingen bouwen die jij wil handelen met hen. Want als zij ze niet bouwen, dan kan je ze ook niet... verhandelen. Je moet je altijd aanpassen aan de situatie op dat moment en ook wat je denkt dat de situatie gaat zijn in de toekomstige rondes. En die kan je een beetje voorspellen met behulp van de kaartjes die je reeds op handen hebt. Nu, je weet natuurlijk niet wat andere spelers gaan doen. Er is interactie door dat handelen, maar het is nooit niet dat ze jou direct gaan pesten. Als je ziet, oké, die bouwt dat nu net voor mijn neus. De meeste spellen is dat heel erg. Hier is het zo, oké, maar ik heb mijn handelsfiche. Ik kan het gaan... kan verhandelen. Soms is het misschien wat te duur. Als je dan geen schepen hebt, kan dat wringen. Maar voor de rest is dat eigenlijk, valt het eigenlijk best wel mee. Het is bijna meer positieve interactie dan negatieve interactie. Het schoentje zal wringen bij de toegankelijkheid. Ik heb daarnet gezegd van het lijkt op een gegeven moment dat er geen einde aan gaat komen. Nu, uiteindelijk wat tijdsduur valt dat wel mee. Ik heb de spelletjes tot nu toe altijd al binnen de 2 uur gespeeld. Dat is natuurlijk niet met de uitleg erbij, maar die valt eigenlijk ook wel mee. Dat neemt niet weg dat niet iedereen het spel gaat leuk vinden. Het is echt heel de tijd ben je bezig met hoe kan ik grondstoffen omzetten naar andere grondstoffen en die dan ook weer naar andere grondstoffen om mijn kaartjes af te werken en dat geeft dan punten. Niet iedereen zal dat dezelfde voldoening geven. Voor sommigen zal het echt gewoon heel droog aanvoelen. Het is een beetje een engine builder, maar ook weer niet. Omdat je de dingen die je gaat bouwen, gaan waarschijnlijk 1 of 2 keren, of als je tegenstanders het ook gebruik van maken, misschien nog 3, 4 keer nut hebben. Daarna ben je er ook niets meer mee. Dus het voelt niet echt aan. Het voelt een beetje aan als een estafette race. Dus je koopt iets, dat is jouw stokje, en dan ga je ermee lopen, heb je dat even nodig, en dan geef je het stokje door aan het volgende gebouw of de volgende fabriek die je gaat bouwen. En dan ga je die ook weer even nodig hebben. En daarna is misschien weer iets anders belangrijk. Dat is misschien nog niet zo'n heel slechte vergelijking. Het voelt heel uniek aan wel. Dus ja, ik denk echt wel als je liefhebber bent van computerspel dat je deze ook wil kopen en dat die toch nog voldoende toegankelijk gaat zijn. Maar wat vind ik er dan zelf van? Als ik dat allemaal moet in conclusie brengen, dan vind ik het zeker een heel sterk spel. Ik ben alleen nog niet heel zeker hoe ik er zelf tegenover sta. Ik kan moeilijk de vinger op leggen wat ik mis, maar iets meer schwung misschien? Dat is echt niets eigenlijk. Ik zeg het, op dit moment is het gewoon heel moeilijk om er een definitief oordeel over te vellen. Het enige wat ik kan zeggen, dat is, als ik het speel, ben ik me goed aan het amuseren, het grootste deel van de tijd. Maar als het dan in de kast staat, dan heb ik ook nog niet op dit moment de neiging van, ik wil hem spelen.
Dus ik zit op dit moment in die fase en het kan eigenlijk alle kanten uit. Misschien als ik hem nog wat meer speel, dat ik hem echt heel leuk ga beginnen vinden. Of dat ik hem toch meer op tafel wil krijgen. Maar ik hoop dat je hier iets mee bent en dat je te weten bent gekomen of het iets voor jou is. Dat is het voornaamste, denk ik. Maar ik kan alvast wel dit zeggen. De eerste persoon met wie ik het heb gespeeld, die ook het computerspel had gespeeld, was geen spelletjesliefhebber, wel een gamer en heeft het spel meteen gekocht. En dat zegt misschien genoeg als jij ook in die situatie zit. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer en zie ik je volgende keer weer. Bye bye.